President Chandrika Prasad Santokhi verwacht van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, meer flexibiliteit voor de Surinaamse regering en versoepeling van enkele beperkingen. Hij wees tijdens een partijbijeenkomst bij het VHP-hoofdkwartier, de Olifant, op de sterke basis van de partij voor de komende verkiezingscampagne. Santokhi noemde de economische stabiliteit en het succesvol uitvoeren van het IMF-programma als belangrijke mijlpalen van de regering. Daarnaast is de regering nog steeds bezig met het hervormen van enkele instituten. Zeker voor wat betreft de ruimte die ik niet had met betrekking tot het lenen van kapitaal, het zoeken van kapitaal, dat de staat als garantie kon geven om goed kapitaal aan te trekken, maar ook namelijk dat ik een strekke budgetcontrole had, namelijk op mijn budget, de primary balance, van 2,7%, dat is ongeveer 5 miljard wat ik als buffer moest hebben, boven mijn budget. Dat is een heel zwaar bedrag. En dat vind ik, kan nu naar beneden. Waarom? Omdat we nu zekerheid hebben. Santokhi benadrukte dat op enkele uitzonderingen na alle door het IMF gestelde doelen zijn behaald. Daarom verwacht hij dat het IMF binnen enkele dagen akkoord zal geven aan het voorstel. Het staatshoofd wacht op een IMF-missie onder leiding van minister Raghubar Singh en de governor van de Centrale Bank van Suriname. Als je zeker hebt voor wat betreft je inkomsten, kan je hier flexibeler zijn in jouw window van IMF. En ik verwacht dat we inderdaad vanuit IMF binnenkort, is just a matter of days, bericht gaan krijgen dat er wat ontspanning, wat meer ruimte voor ons ontstaat om ons beleid effectiever te gaan uitvoeren. En dat gaat ook gekoppeld worden met meer financiële steun door de financiële instituten als IDB en de Wereldbank. Santokhi verwacht binnenkort meer ruimte om beleid effectiever uit te voeren.